er is dus vuurwerk over het huizenblok gegaan en er staat dus al wat in de fik en dat zie je dus nu. En op dit moment ja, begint het een beetje ja, op gang te komen. Mensen staan daar gewoon, het is een zonnige dag. Mensen komen brandweer kijken natuurlijk, maar dat zie je hier wel. We staan dus nu gewoon nog in de straat. Aan de rechterkant van mij in principe de loods. Nou, het is hartstikke druk, kleine kinderen lopen er rond. En op een gegeven moment, ja, zoals wat je hier ziet, komt er wat vuurwerk los. Mensen beginnen nu al iets meer in paniek te raken. Mensen rennen nu ook al weg, want ja, er komt toch wel heel wat los. En nadat dat gebeurd is, komt er dus ja, wordt er een rood-wit lijntje gehangen door de politie en wordt de straat afgesloten. En op dat moment staan er dus nou, op zo'n 10, 20, 30 meter afstand staan er dus mensen nog gewoon te kijken. Hadden nog niet door hoe ernstig het eigenlijk was? Nee, maar niemand eigenlijk. Nou, hier staan we dus al ietsje verder weg. Kom.